Ik kan me voorstellen dat je door alle ramps die je ziet, de modellen niet meer ziet. En daarom ga ik een paar dingetjes uitleggen hoe je snel een sport, een Laramie, een Limited en een Longhorn kunt herkennen. We beginnen met de Limited. Dit is een Limited. Die heeft een chrome grill. Standaard heeft hij de bumper ook nog in chrome. Dus als je die zwart wil hebben, dan is dat een extraatje, een optie. En de Limited onderscheidt zich vooral door de lampen. Die heeft smalle lampen. Dit is een sport, die kun je herkennen aan de lampen. Het model van de lampen, dat is iets breder dan de lampen van de Limited. Verder is deze sport een black package. Dat wil zeggen dat alle logo's ook zwart zijn. En hier ook alles in de grill zwart is. En we hebben ze ook in het wit. En hier kun je goed zien wat een Night Edition optie is op het sport. Kijk, je ziet dus alles wat zwart is, hoort binnen het pakket van het Night Edition. Dus dat is hier deze bovenkant van de grill. De grill zelf is zwart. De binnenkant van de lampen zijn zwart. Onderkant van de spiegels. De logo's. En dat maakt hem een Night Edition. Een sport kun je snel herkennen, want die heeft standaard geen spatbordverbreders. Het verschil tussen een sport en een Laramie, dus de volgende stap, next level, is de spatbordverbreders. Dit is een Laramie. Dat zie je meteen als je let op de spatbordverbreders. Dat heeft een sport niet. Een Laramie, Longhorn, Limited heeft dat wel. Deze Laramie heeft dezelfde lampen als de sport. En omdat deze een Night Edition pakket heeft, heeft hij een sportmotorkap. Geen chroom, de bumpers zijn zwart, de grill is zwart, de logo's zijn zwart, de binnenkant van de lampen zijn ook zwart. Een standaard Laramie heeft binnenkant van de lampen chroom, bumper chroom, grill ook chroom. En zo zie je snel het verschil tussen een sport en een Laramie aan de buitenkant. Het is eigenlijk maar een klein onderdeel. Welke auto is dit? Kijk eens goed naar de lampen. Het is natuurlijk een black package heeft hij. Night Edition en heeft geen spatbordverbreders, dus dat is een sport. Als we meteen verder gaan, zien we hier een auto Black Package of Night Edition moet ik zeggen, inclusief de sportmotorkap. Je ziet hier ook weer die smalle lampen, dus dat is een Limited of een Longhorn, maar een Longhorn heeft nooit een Black Package, heeft nooit een Night Edition uitvoering. Dus dit is een Limited. Limited Night Edition. Hier zie je precies wat een Limited Night Edition onderscheidt van een gewone Limited. Een gewone of een andere Limited, zoals groen. Zoals eentje die groen heeft. Dit deel is zwart. Van de grill. Logo's zijn zwart. Sport motorkap is ook onderdeel van een Night Edition pakket. Hele mooie kleurcombinatie. Helaas al verkocht. En wat zien we hier? Je ziet meteen aan de lampen dat het een sport of een Laramie moet zijn. Geen spatbordverbreders. Dus dat is het. Sport. Zo simpel is het. En we gaan zo meteen even kijken naar de Longhorn. En wat zien we hier? In het zwart en in het wit. Aan deze kant chrome grill, smalle lampen, bumper in kleur, geen sport motorkap. Dus dit zou een Limited kunnen zijn zonder Black Package, zonder Night Edition of een Longhorn. Nou, in dit geval zijn beide auto's een Longhorns. En dat zie je aan het interieur. In deze video heb ik je uitgelegd wat het verschil is tussen de Sport, de Laramie, de Longhorn en de Limited aan de buitenkant. Auto's hebben ook een binnenkant, dat doen we in een andere video en vind je het interessant om dat te zien. Abonneer je dan op ons kanaal. Heb je er vragen over? Stel ze gerust in de comments. En vergeet niet op het belletje te drukken. Als we dan een nieuwe video hebben, krijg je meteen een signaaltje. Tot gauw!